Hoi allemaal, mijn naam is Sophie en vandaag dacht ik, laat ik eens iets doen waar ik goed in ben. En er zijn twee dingen die ik heel goed kan, namelijk eten en klagen. Dus ik ga vandaag even een aantal klantenservice opbellen en dan ga ik even zeiken over het leven. Al onze medewerkers zijn op dit moment in gesprek. Wilt u teruggebeld worden? Toets een 1. Een ogenblik geduld alstublieft. U wordt zo doorverbonden. Een ogenblik geduld alstublieft. U wordt zo doorverbonden. Hallo? Een ogenblik geduld alstublieft. U wordt zo doorverbonden. Hallo? Naast het Albert Heijn klantenservice, u spreekt met Pedro Magadeel. Somebody once told me the world is gonna roll me. Ik heb je nummer doorgezet naar de politie aanspreken. Oh, dankjewel. Ja, fijne dag. Welkom bij NS Klantenservice. To continue in English. Press 1. Te vragen over uw abonnement, OV-fiets of NS-fiets, de spoordeelwinkel, een van onze acties, een couponcode verzilveren, kies 2. Heeft u een vraag over OV-fiets of NS-fiets, kies 3. Heeft u... Goedemiddag mevrouw Lagerman, waarmee kan ik u helpen? Hey, goedemiddag, ik ben gistermiddag mijn OV-fiets kwijtgeraakt. Ik heb daar een liedje over geschreven. Heeft u tijd om dat op dit moment aan te horen? Helaas niet. Ja. Ja, hij was ineens weg. Dus toen dacht ik, ga mijn gevoelens gewoon uiten in een lied. Maar... Goed idee. Ik ben wel eenzaam, dus ik dacht, ik moet het wel met iemand delen. Ja, snap ik. Maar misschien via YouTube. Verder nog vragen. Alles goed? Ja hoor, zeker. Oké. Okay. Ja hoor. Ja hoor. Prima, goed zo. Oké, dag. Doeg. Ik ben verliefd. Het apparaat van PepsiCo Nederland. Helaas zijn wij op dit moment niet aanwezig. U kunt ons bereiken op werkdagen van 9 tot... Hallo. Hoi. En het fijn vinden als u even wilt wachten. We proberen u zo snel mogelijk te woord te staan. Even wilt wachten. We proberen u zo snel mogelijk te woord te staan. All around me are familiar faces, worn-out faces, worn-out places. Als u spreekt met Jeanette, waar kan ik u helpen? Kennen jullie Shirley van Pony's? Dat ik wel heel slecht. Kennen jullie Shirley van Pony's? Nee, dat ken ik niet. Nee. Oh, oké. Nou, het is in ieder geval zo dat zij eet heel veel bossenbollen in haar filmpjes, zeg maar. En nou eet ik die ook heel vaak. En ik eet die altijd van de Jumbo. Maar ja, je ziet zeg maar dat zij die gewoon alsof het een koekje is in haar mond stopt. En bij die van jullie lukt dat niet. Als je zeg maar die bossenbol vasthoudt en je doet je mond... Mijn mond gaat, ik denk wel 6 centimeter open. Maar als je die bossenbollen dan in probeert te doen in één keer, dan lukt dat niet. Maar ligt dat aan die van de Jumbo of is dat... Oh, dat zou ik echt niet weten, sorry. Dat weet ik niet. Oh. Ik ben echt boos, want ik wou toen ik opnam, wou ik zeggen hallo Jumbo. Maar ik had zoveel stress dat ik het vergat. Dankjewel. Hallo? Hallo? Hi, sorry, ik moest even een pakket aannemen. Hi. Hi. Ik heb een vraag over jullie, over Toblerone. Dan heb ik het goede nummer, toch? Over wat? Toblerone. Ik niet goed verstaan. Toblerone. Toblerone. Nou, ik kom zeg maar uit Spanje. En op 5 mei vieren wij ook Cinco de Mayo. En die driehoekjes van Toblerone, die lijken heel erg op die vlaggetjes die we dan ophangen. Maar er staat dat het uit Zwitserland komt. Maar wordt het ook echt gemaakt in Zwitserland? Of is het wel zeg maar gebaseerd ook op de Spaanse cultuur? Niet dat ik weet. Nee. Dat, kijk, over wat precies gemaakt wordt, dat kunt u ook op... Kijk, als u informatie over Toblerone wil vinden, dan kunt u dat gewoon doen, Toblerone.nl. En dan kunt u alles over het product van... Het is wel mogelijk om bijvoorbeeld naar de website te gaan van Toblerone. En daar staat bijvoorbeeld allerlei informatie in over bijvoorbeeld het product en hoe het gemaakt wordt. Althans, niet het recept zelf, want dat geven ze niet vrij. Maar je kunt wel informatie vinden natuurlijk. Oké, ja. Nou dan ga ik dat even doen. Ik kan wel eens even met u meekijken. Misschien dat ik ook even snel iets in kan toetsen. Ik heb hier Toblerone voor me. Please select your country. Nou, dan heb ik hier France. Dan krijg je bij Spanje. Nederland staat er niet eens bij. Nee. Dus dat is... nee, dat er niet eens bij. Beetje buitengesloten. Ja, want daar komt je wel. Daar staat wel Nederland natuurlijk uiteraard op. Aha. En dan kom je bij Europa uit, maar nou, mijn computer is een beetje traag op dit moment. Dus excuses daarvoor. Nee. Dat duurt echt heel lang. U zou het beste eventjes naar Mondelez International kunnen gaan, en dan krijgt u Europa. Ja. En dan bij contactgegevens Europa, zeg maar, zit u ook Nederland. Maar je kunt ook alle producten, alle merken wat onder Mondelez vinden. En daar staat natuurlijk ook Toblerone bij. Zal ik doen dan? Ik zou de Zwitserse site eens proberen, ja. Oké, dank u wel. Oké. En adios. Ja, nog vanaf hoor. Bedankt voor het kijken naar Mondelez International. Dank je, schat. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet te abonneren op mijn kanaal en een duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!